Hallo, ik ben Ninon van Schuttenzadels. En voor mij liggen drie zadels met drie verschillende onderkussens. En ik denk dat ik de enige ben met mijn collectie Schuttenzadels die drie verschillende onderkussens kan verwerken in een zadel. Helemaal aan mijn linkerkant is het traditionele standaardkussen, ook wel keilkussen genoemd. Dat wordt bij heel veel zadelmerken verwerkt. Daarnaast komt het Franse kussen. Ook steeds meer in de markt, ook bij andere merken in dressuur, zowel als springzadels. En het unieke balanskussen is de enige die dan als derde in mijn collectie kan worden toegevoegd. Het balanskussen is dus een breed, groot draagvlak. Ik wil dan ook beginnen met dit onderkussen te benoemen. Het balanskussen is een uniek kussen wat Schuttenzadels kan uitvoeren, kan maken. Het is dus ook in 2011 al ontwikkeld. En de naam zegt het al, balanskussen. Het is de bedoeling dat een zadel dat op de rug van het paard balanceert, maar ook stabiliseert. Even zo aan de zijkant, aan de voorkant ook kijkend. Het kussen is dus wat breder opgezet, ongeveer een centimeter breder dan een ander kussen. Het is niet per se heel veel langer, maar het draagvlak is groter. En de bedoeling is dus ook, doordat het draagvlak groter wordt, dat de stabiliteit op de rug dat vergroot. Maar het corrigeert ook voor paarden waar bijvoorbeeld zadels wat meer achterover liggen of liggen te klapperen. Daarbij komt ook automatisch dat het tussenruimte tussen de kussens wat groter wordt. Dat het ook geschikt is voor paarden die wat een bredere wervelkolom hebben en een wat groter draagvlak nodig hebben. Denk daar bijvoorbeeld ook aan bij de Friezen. Die zijn vaak wat flexibel in de achterhand. En een balanskussen kan dus daar echt aan bijdragen dat het goed stabiel op de rug komt te liggen. Vanaf de zijkant ziet dat er zo uit. Het balanskussen is dus eigenlijk ook het achterste deel van het kussen wat het zo bijzonder maakt. De voorkant en de wrong en het zweetblad is eigenlijk als een soort standaard kussen. Dus met name de achterkant is waar het om draait. Vanaf hier kun je dus ook goed zien dat het niet per se heel veel langer is, maar ietsjes breder en het stabiliseert. Uiteraard is het natuurlijk per paard verschillend of dat wel of niet gaat werken. En dat heeft met de lengte van de rug te maken, de curve van de rug en ook de breedte van de rug ten opzichte van de ribbenboog. Maar het balanskussen heb ik zeker nodig in de collectie omdat het zeer veel gebruikt wordt voor meerdere paardenruggen. Voor mij ligt een dressuurzadel uitgevoerd met een Frans kussen. Het unieke van een Frans kussen is dat het wat kort en gestroomlijnd is. Met name aan de zijkant kun je goed zien dat de achterkant wat eerder afvloeit omhoog. Voor paarden die wat korter zijn in de rug, wat verzonken in de rug of een wat gedreven lendengebied, blijft het daar niet op hangen en past die er goed in. Een aantal rassen waar je dat natuurlijk voor kan gebruiken zijn sowieso de IJslanders, die zijn wat korter, de barokke paarden en eigenlijk ook natuurlijk de KWPN'ers met een wat verzonken rug of stevige schouder of een wat oplopend lendengebied. Uitvoerbaar voor de dressuurzadels, maar ook de springzadels en de IJslanderzadels worden hier eigenlijk standaard mee uitgevoerd. Het kussenkanaal blijft gewoon natuurlijk altijd mooi breed en het zijn dus losse onderdelen. En het voorbeen, zoals ik het even noem, die zijn in twee lengtes verkiesbaar. Een wat kortere en een wat langere. Het Franse kussen. Dit zadel heeft het keilkussen. Eigenlijk noem ik het liever het standaardkussen, maar in de volksmond staat het ook wel bekend als het keilkussen. En dat is eigenlijk het meest voorkomende kussen bij de meeste modellen en merken die we in Nederland en in Europa zeg maar vinden. Het is het meest vlakke kussen van de drie van de collectie ten opzichte van het Franse kussen en het balanskussen. Het is zeer vlak door de bovenlijn, plat kussen
natuurlijk wel ruimte genoeg voor de wervelkolom. En met name hier weer aan de achterkant zichtbaar dat het hier vrij plat is richting de rug. En dan een kleine keil heeft, hè, op zijn Duits het Keil, die het zadel ondersteunt. De voorkant heeft wel een extra inzet, zodat het wel wat meer volume heeft om dat achter die schouder te kunnen uitvullen. Dit zijn meer kussens die geschikt zijn voor paarden met een wat rechtere rug of een wat oplopende rechtere rug, zodat het mooi vlak en laag aan de rug blijft liggen. Zeer veel voorkomend kussen, maar eigenlijk een heel basiskussen.